wij hoorden eigenlijk al pop. En hij kijkt uit zijn raam en zegt, Pim, kom eens kijken, er zit een helikopter. 2 augustus 1992 is de gevangenis in Zwaag even wereldnieuws. Om 11:15 vanochtend vond hier een ontsnapping plaats op een wijze die de directie van het Huis van Bewaring in Zwaag tot dat moment voor onmogelijk heeft gehouden. Een helikopter landde op de binnenplaats, een gedetineerde stapte in en het toestel vloog weg. De ontsnapping duurde nog geen 10 seconden. Nou, de verwachting was, want het is natuurlijk al in de tijd te sprake geweest, dat het vrij moeilijk zou zijn om met een helikopter te landen hier op de binnenplaats. Het was een hele kleine helikopter en het is dus gelukt. Terug naar het begin. Die ochtend stijgt de 45-jarige piloot Dirk Wiersma met een helikopter op in Lelystad voor een rondvlucht. Geboekt door een Franstalige man om boven de kop van Noord-Holland foto's te maken. Die piloot heeft er geen behoefte aan om met ons terug te blikken op de ontsnapping. Maar bijna 30 jaar geleden deed hij zijn verhaal wel bij RTL Nieuwslijn. Nou ja, hij had een tas bij zich. Nou, dat is ook normaal, want er zitten zijn fotomateriaal daarin. Fototoestellen en andere lenzen, ander materiaal. Goed, nou, ik werk er geen aardig aan. Normaal. Elke fotograaf heeft het bij zich als hij gaat vliegen. Goed, we kwamen richting... We waren bij Enkhuizen en toen ben ik via de kustlijn richting Hoorn gegaan. En toen, hij was nog steeds wat foto's aan het maken en op een gegeven moment wees hij mij een molen aan. Niet ver van de kustlijn. En daar wilde hij ook even naartoe. En daar hebben we een cirkel omheen gedraaid, zodat hij dat ding van alle kanten kon filmen, fotograferen. En hij was vervolgens bezig in zijn tas. Nou, ik dacht, ja, hij moet wat films pakken of zo. Hij moet iets veranderen. Pakt een ander toestel, doet er een andere lens op. Maakt zich gereed. Maar tot mijn verbazing, op een gegeven moment zag ik hem met een pistool tevoorschijn komen. Dat hij zo op zijn schoot leggen. De piloot wordt gedwongen om richting de gevangenis in Zwaag te vliegen. We zaten op de aanvliegrichting. En hij wees, ja, doorgaan. Want naar die luchtplaats, daar moesten we naartoe. Bewaarder Harry Labes heeft op dat moment dienst. En houdt tijdens het luchten van de gevangenen samen met collega's toezicht op de binnenplaats als ze de helikopter zien aanvliegen. Hij kwam dus inderdaad de muur over. En wij lachten in het begin zo van, hey, we worden gefilmd of worden foto's gemaakt van ons of iets dergelijks. Maar ja, wij zaten heel rustig op de bank en mijn collega wilde opstaan. Ik zeg, blijf alsjeblieft zitten, want er gaat wel meer gebeuren. En we zagen inderdaad dat er eentje naast de piloot zat met een pistool. Hij ging als een... Ik denk door de turbulentie, het was een heel licht helikopter, je ging zo naar beneden. Ik denk, nou, als dat maar goed gaat, hij moet ook nog weg. Ja. En uiteindelijk toen zag ik dus degene die met het wapen in het helikopter zat, naast die piloot, die zag ik ineens dit doen. Ik denk, oh, zitten mijn collega's vast en zeker. En het bleek dus aan, dan sprak ik Harry en die zei ook, kijk recht in die loop. Daarna gaat het snel. En wordt ook duidelijk wie het doel van de ontsnapping is. Ayman Marouani, die vastzit voor het plegen van overvallen. Die gedetineerde zat bij mij op de afdeling. Een Franse Marokkaan. Die was rustig op het bankje blijven zitten. Totdat hij overzicht had van het gaat nu allemaal lukken. En toen pas is hij tot actie overgegaan. Dus als het mislukt was, had waarschijnlijk nooit iemand geweten dat ze voor hem gekomen waren. Er werd wat geschreeuwd en gezwaaid met de pistool door hem. En binnen 10 seconden sprong een andere figuur aan boord. Er kwam ook een gedetineerde op de helikopter afrennen en die werd gelijk zo opgericht en die dacht, oh, terug. Stonden gedetineerden, die stonden in groepjes, maar ze stonden ook langs de muur, stonden ze zo met hun arm omhoog. Die dachten, wacht eventjes, wapens, dat gaat niet goed. Ja, het was eigenlijk chaos alom. De bewakers, die geen wapens dragen, proberen alarm te slaan via hun portofoons. Maar tevergeefs. En toen probeerde ik te roepen, ze zijn gewapend door mijn portofoon. Maar door die rotatie, statische elektriciteit of iets dergelijks, had ik geen contact. Toen ben ik gauw de ring opgerend. Ik dacht, ze moeten toch al weten, ik weet niet wat zij zien van onder. Dus we konden ook niet meer communiceren.
En er was gewoon grote paniek uiteindelijk. Ja, je kan niets. We zijn niet gewapend. We kunnen verder niets doen als alleen alarm slaan. En dat hebben we getracht. Alleen ja, dat kwam verkeerd door de storno, door het stornoverkeer over. Dus ja, je kan eigenlijk alleen maar afwachten en niet te veel in beeld gaan. Want ja, dan roep je eigenlijk meer agressie op je af. En we konden voor de rest niets doen. Ik bedoel, als iemand met een kunst staat te zwaaien, kun je niks beginnen. Want hij stapte toen in en het helikoptertje was zo klein. Hij had één been op het landingsgestel en één been had hij in het helikoptertje. En arm achterom had inmiddels het wapen ook te pakken gekregen wat op de luchtplaats was gegooid. En toen zag je ze vertrekken, maar dat ging net zo rommelig als dat hij kwam. En ik zag ze uit mijn ooghoek zag ik ze verdwijnen. Ik denk, nou, die gaan bijna tegen de brug aan. Dat was eigenlijk zo'n stukje van de loopbrug af. Dus dat, ja, als dat was mislukt, was het leed niet te overzien geweest. Dan hadden we één groot slagveld gehad. Want dan was het als een blender was hij naar beneden gekomen, waar een hele groep gedetineerden stond te luchten. Als de helikopter eenmaal is vertrokken, kan er eindelijk alarm worden geslagen. Hans Weda is die dag officier van dienst bij wat toen nog de gemeentepolitie Horen was. En een telefoontje van een ontsnapping uit de gevangenis. En ja, werd toch naar het bureau gemanoeuvreerd eigenlijk, want ik was op dat moment thuis. En daar hoorden we dus eigenlijk zeg maar, dat er een ontsnapping geweest was. Ja, toch wel heel spectaculair op dat moment met een gebruikmaker van een helikopter. Wat dacht u toen het hoorde van, er is een grapje gemaakt? Of? Nou ja, op dat moment, een grapje denk je daar niet gelijk aan. Want kijk, een ontsnapping is natuurlijk een ontsnapping. Maar je hebt wel zoiets van, hey, wacht eens eventjes, hoe gaan we hiermee om? Hoe gaan we dit aanpakken? Wat kunnen we daarmee? Want het gaat natuurlijk, het, is altijd, het was natuurlijk al heel snel gegaan. 3205. Dus dan denk je aan de dienst luchtvaart. Ja, daar was de meldkamer ook op dat idee gekomen. Maar die had toevallig nou net op dat moment geen vliegtuig beschikbaar. Dus dat was even een probleem. Ja, wat kan je dan doen? Zo'n ding dat vliegt weg en hoe of wat. Wat belangrijk was dus natuurlijk van waar is dat ding vandaan gekomen? Is daar iets meer van bekend? Ja, misschien dat hij daar dan weer naartoe gaat of wat dan ook. Maar het was ja, op dat moment vrij complex van wat kunnen we nou gaan doen? Dus, maar ja, tot het moment eigenlijk, en dat is misschien wel aardig, dat wij dus een aanbod kregen om twee straaljagers de lucht in te laten gaan. Dat aanbod kregen we van de luchtmacht. Ja, dat is een mogelijkheid in ieder geval om dat iets te doen. Maar tegen de tijd dat de twee F-16's de lucht in gaan, is de helikopter al gevonden. Een wandelaar vindt het toestel aan het begin van de middag in een natuurgebied bij Hasselt in Overijssel. Piloot Dirk Wiersma is vastgebonden aan zijn helikopter. Van de twee verdachten ontbreekt ieder spoor. En getuigen hadden gezien dan dat er, twee mannen dus eigenlijk, met een motorfiets dus eigenlijk, gevlucht waren. Met een Frans kenteken. Dus om het nog eventjes moeilijker te maken. Het heeft alles weg van een geslaagde ontsnapping. Een dag later volgde bij de politie een opvallend telefoontje van de luchtmacht. Er moet Hans Weda op het matje komen bij zijn leidinggevende. Wist jij dat er nog een rekening achteraan kwam? Nou, dat was op dat moment helemaal niet bekend natuurlijk. Uiteindelijk is het allemaal wel weer rechtgetrokken. Omdat met name ook het aanbod kwam vanuit de luchtmacht vandaan. Kunnen we jullie helpen daarmee? En wij dachten van nou ja prima, alle hulp is meegenomen eigenlijk op dat moment. Heeft u nog enig idee hoeveel het was? Nee, ik heb geen idee meer wat het was, maar ik weet wel dat het over een heel hoog bedrag ging. Dat wel. Ja. Toen kwam die Rijksrecherche en die konden eigenlijk ook geen post of niks vinden waar ook iets uit zou blijken dat zou gaan gebeuren. Hij was zo professioneel, hij had gewoon alle dingen gedaan die hij normaal deed. Hij had zijn boodschappen in de winkel besteld. Je kan hier ook boodschappen bestellen. Kon boodschappen bestellen. En dat had hij allemaal keurig gedaan. En niks leek erop dat hij zou gaan vertrekken. De ontsnapte gevangene blijkt bovendien onder een valse naam in de gevangenis te hebben gezeten. Ayme Marouani blijkt eigenlijk Ahmed Otmane te zijn. Een kopstuk uit de onderwereld van het Franse Marseille. Met als bijnaam Mabrouk, de gelukkige. Want hij zou in totaal 7 keer ontsnappen uit de gevangenis.
Dat wisten wij niet, want hij zat onder een pseudoniem zat hij hier. Hoe kan dat eigenlijk, dat iemand onder een pseudoniem hier zit? Ja, een vals paspoort. En valse gegevens, ja, dan kan dat gewoon gebeuren. En dat is niet altijd uit te zoeken natuurlijk. Het was nogal een vooraanstaande man in zijn organisatie. En wist u dat ten tijde dat hij hier zat? Nee, je merkte helemaal niks aan die man. Het was eigenlijk een voorbeeldig persoon. Hij viel niet op in eigenlijk meer door beleefdheid als door lastig te zijn. En dan is natuurlijk de grote vraag, is hij ooit nog gepakt? Is mij niet bekend. Ik denk het haast niet. Volgens mij is de man eigenlijk, de ontsnapte man eigenlijk nooit meer boven water gekomen. Tenminste, mij staat niets meer van daarvan bij. Nee, u heeft nooit gehoord of er uiteindelijk toch een arrestatie is geweest? Nee, het staat mij niet meer bij. Het is echt een gelukte ontsnapping geweest. Zeg maar. Ook navraag bij het ministerie van Justitie levert niks op. Maar dan vinden we dit kleine krantenartikel. Otmaan is in maart 1993 gearresteerd in Spanje. Een eerste poging om hem opnieuw met een helikopter te bevrijden mislukt. Maar een jaar later krijgt hij het alsnog voor elkaar. Als hij wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis, wordt de deur van het busje waar hij in zit niet op slot gedaan. Hij gaat er vandoor en sindsdien is er van de man, die inmiddels 60 jaar zou zijn, nooit meer wat vernomen. In de Nederlandse politiek leidt de ontsnapping tot flink wat kritiek. Maar een oplossing om ontsnappingen helemaal te voorkomen is er nooit gekomen. Nou ja, er is toen uiteindelijk is men bezig geweest om netten te spannen of iets dergelijks op de luchtplaats om dat tegen te gaan. Maar ja, dat is naderhand weer weggehaald en men heeft uiteindelijk de elektrische beveiliging aangebracht bovenop de muren om ontsnappingen tegen te gaan. En ja. Uiteindelijk zei men dat eigenlijk er een mogelijkheid moest zijn om te kunnen ontsnappen, want anders zou je gijzelingen krijgen. Dus ja, het is of het een of het ander.